Dan, ja, dank. Het is tijd voor de volgende spreker. Willem Vissers. Hij is sportjournalist en schrijver en chef sport van de Volkskrant op dit moment. Hallo. Ik ben geen chef sport meer. Hé? Hey? Nee. Oh, dan ben ik... Hij was chef sport van de Volkskrant. Dat was een misschien korte, kunnen ze dat korte nog, niet zo succesvolle periode. maar u schrijft wel vrij succesvol. En u schrijft ook stukken waar een hoop reacties op komen. Bijvoorbeeld het stuk wat u schreef over het WK in Qatar. Ja. Dat schreef u in 2014. En u schreef, ik ga niet naar dat WK. Dat WK is in 2022. Dat was nog voor het WK in Brazilië en voor het WK in Rusland. Waarom niet naar dat WK in Qatar? Want in Brazilië en Rusland is het ook niet heel vrij geweest. Nou ja, het is natuurlijk een beetje dommigheid van mij. Hè. Ik ben columnist ook en ik heb, op een gegeven moment heb ik een column geschreven. Het WK werd toegewezen aan Qatar. Dat rook toen al een beetje naar corruptie. Mm-hmm. Later is ook gebleken dat het allemaal niet helemaal, die toewijzing niet helemaal zuiver is geweest. En ik... ik ergerde me te veel op die toewijzing aan Qatar. Ja. Ik bedoel, je hebt omdat daarin alles bij elkaar kwam waar ik een hekel aan heb in voetbal. Ik hou heel erg van voetbal, van het spel voetbal. Er is natuurlijk heel veel bijgekomen. Het gaat tegenwoordig bijna alleen maar om geld. En daar in Qatar kwam alles bij elkaar, alle lijntjes, zeg maar, het wordt gehouden in een land. Het is toegewezen aan een land wat helemaal niet van voetbal houdt. In Qatar maken ze zich helemaal niet druk om voetbal. Mm-hmm. Het is een heel klein land, de grootte van Noord-Brabant en Gelderland bij elkaar, geloof ik. Dan gaan ze dus in de woestijn gaan ze 10 of 11 nieuwe stadions bouwen. Bijna volledig nieuwe stadions die ze helemaal niet nodig hebben. Want ze hebben eigenlijk maar één stadion, één echt stadion nodig daar. Meer hebben ze er niet nodig. Die stadions gaan ze eerst bouwen. Die worden onder erbarmelijke omstandigheden voor werknemers worden die gebouwd. Er zijn allerlei rapporten over verschenen. Goed, er zijn wat verschillende geluiden over hoe slecht het nou werkelijk is om daar te werken. Maar het is wel slecht. Hè. Er vallen doden bij de werkzaamheden. En die stadions gaat men daarna weer afbreken, want die heeft men dus niet nodig. Dus men gaat eerst daar stadions opbouwen waarbij mensen om het leven komen vanwege de slechte arbeidsomstandigheden. Vervolgens is het WK afgelopen, gaan wij westerlingen en andere landen gaan daar lekker een maandje voetballen. En dan is het voetballen afgelopen, gaat men die stadions weer afbreken en schenken aan de derde wereld. Dat waar, ze opnieuw opgebouwd. Waar ze opnieuw opgebouwd worden. Dat vind ik op zich nog wel goed. Maar het is natuurlijk ridicuul dat men 10 stadions gaat bouwen alleen voor een maand voetballen. Dat is echt idioot. Hoe kan het dat voetbal daarheen gegaan is naar Qatar? Dat zij het mocht omdat daar veel geld zit. Kijk, het geld in het voetbal zit natuurlijk steeds meer. Komt uit de olie of uit andere energiebronnen. En het hele westerse voetbal wordt al bijna betaald uit dat geld. Barcelona heeft, de hoofdsponsor is Qatar Sports Enterprise, geloof ik. Manchester City is eigendom van Sheikh Mansour uit Abu Dhabi. Zo zijn er ontelbaar. Chelsea is gekocht destijds door Abramovic, die een Rus die rijk is geworden met olieconcessies in de tijd van Yeltsin. Zo zijn er nog ongelooflijk meer andere clubs op te noemen. Dat is allemaal betaald uit oliegeld. Dus wij in het Westen hebben steeds minder, tussen aanhalingstekens, geld. Daar hebben ze onbeperkt geld, zolang wij afhankelijk blijven van niet zoveel Tesla's kopen, maar afhankelijk blijven van olie, zullen die landen rijk blijven. Mm-hmm. En kunnen zij dit doen? En ze doen dat ook omdat straks ooit de olie op zal zijn. Dan willen zij, en al die landen, die doen heel erg aan hele mooie hotels. Die doen aan spuiten eilanden voor de kust. Maken ze heel mooie eilandjes waar je mooi op vakantie kunt. Abu Dhabi en Dubai, dat zijn op dit moment echt populaire vakantieoorden. Zij zijn allemaal al bezig met een transformatie van als ooit de olie op is. Dan gaan we. Dat ze dan op een andere manier. Maar daar kwam dus, de mensen houden niet van voetbal, de arbeidsomstandigheden zijn slecht. Het is veel te heet, dat hebben ze inmiddels opgelost, want ze hebben het toernooi verplaatst naar de winter. Dus dat het daar wel redelijk te doen is. Men houdt niet van voetbal. Er zitten bij voetbalwedstrijden daar enkele honderden toeschouwers. Af en toe wat meer. En dat kan niet nog komen. Want ik dacht, ik hoorde dat argument ook. Er is niet echt een voetbalcultuur. Toen dacht ik wel, maar misschien is dit wel het begin van de voetbalcultuur. Ja, dat is voor de FIFA ook vaak een reden om een toernooi toe te wijzen aan een bepaald land. Maar ik vind het hier wel heel erg extreem. Kijk, er wonen meer buitenlandse werknemers in Qatar dan Qatari. Er wonen geloof ik 800.000 Qatari en meer dan 1 miljoen. Buitenlandse werknemers uit Nepal, Pakistan, noem maar op. Die mensen die allemaal alleen maar daar naartoe worden gehaald om te werken.
die zijn echt niet geïnteresseerd. Die zijn misschien wel geïnteresseerd in voetbal, maar die gaan niet s'avonds naar een wedstrijd, want die werken. Ja. En in die kampen is het ook bijna niet mogelijk, omdat het zijn echt kampen waar ze wonen, om te kijken. Er is een collega van mij, is daar een paar maanden geleden nog naartoe geweest. Dan moet je echt bijna onder valse voorwendsels moet je inbreken in dat kamp, om te kijken hoe de arbeiders het daar naar de zin hebben. Kun je niet echt een verhaal over schrijven, dat is bijna onmogelijk. Dus dat geeft aan dat ze veel te verbergen hebben. En ze hebben wel gezegd dat ze een nieuwe wet, er is een nieuwe wet gekomen in december, waarbij de omstandigheden iets verbeterd zouden zijn. Maar goed, er is nog steeds niet, de vakbonden zijn nog steeds zeer ontevreden over. Dus ik vind al met al, kijk, er is op Rusland ook veel aan te merken, er is op Brazilië veel aan te merken, er was op Zuid-Afrika ook veel aan te merken. Maar op alles in het leven is iets aan te merken. Maar op een gegeven moment moet je ergens voor jezelf een grens trekken van dit gaat voor mij te ver. En dat was bij mij in Qatar het geval. Waarbij ik me wel kwetsbaar opstel, want ik ben gewoon voetbalverslaggever. Dus eigenlijk moet ik daar gewoon naartoe. Ja. Dus het is ook niet zo slim voor mij. Maar ja, goed, je moet niet altijd slim zijn in het leven. Bent u nu aan het twijfelen? Want ik kreeg ook veel reacties. Mensen zeiden van, ja, maar u bent journalist, dus u moet daarheen. Anders. Nou ja, natuurlijk is het... Kijk, ik kwam pas geleden in de arena, kwam ik Freek de Jonge tegen. En die kwam naar mij toe en die zegt, ik wil eens een keer met jou praten. Moet ik een keer koffie gaan drinken? Ik zei, waar gaat het over? Hij zegt, het gaat erover dat jij gewoon moet stoppen als sportjournalist als jij niet naar Qatar wil. Want dan doe jij je werk niet meer. Jij moet daar gaan kijken en dan moet je daar bericht over doen. Dat is deels waar, maar goed, tijdens dat toernooi verloopt natuurlijk alles soepel. Want daar staan die 11 stadions, die staan er. En er is één grote mooie weg door de woestijn. Dus daar kan iedereen mooi naartoe rijden naar het volgende stadion toe. En de hotels zijn hartstikke mooi. En je kunt, als je dan in een goed hotel zit, kun je nog een biertje krijgen, ook s'avonds. Dus daar gaat het niet om. Het gaat er juist om die aanloopperiode waarin allerlei dingen gebeuren die mij niet bevallen. Dus ik heb gewoon gezegd dat ik niet ga, dan moet ik nu ook niet gaan. Ja. Hetgeen misschien de consequentie voor mij heeft dat ik in de aanloop naar dat toernooi daarmee stop met het werk wat ik nou doe. Dat ik vraag of ik op een andere redactie kan werken. Ja. Dat zou kunnen. Dat is wel een grote opoffering. In principe wel. Van de andere kant is het misschien goed. Ik ben voetbaljournalist sinds 1988. En is dat misschien wel goed om mezelf nog te dwingen om nog een keer wat anders te doen? Ja, wie weet. Hoe bekend is dit? Wat er in Qatar gebeurt? Weet bijna iedereen het inmiddels? Nou, dat is op zich wel bekend. Alleen het jammer is dat irriteert me eigenlijk ook. Dat het is moeilijk om mensen nog... Ik bedoel, ik ben natuurlijk ook wel een redelijk oude zak. En in de jaren 80 gingen er 300.000 mensen op het Malieveld staan om te protesteren tegen de neutronenbom of zo. Mm-hmm. Het is tegenwoordig moeilijker om mensen te mobiliseren. En nu ook, men zegt iets te gemakkelijk, vind ik. Ja, maar dat is nou eenmaal toegewezen aan Qatar. En we kunnen niet meer terug. Er is ontdekt dat het niet helemaal eerlijk is gegaan met de toewijzing. Er is ook wel ontdekt dat het eigenlijk niet helemaal deugt om het daar te houden. Mm-hmm. Maar toch zegt men, ja, maar we zijn nu eigenlijk te laat. Want ze zijn al aan het bouwen en we kunnen niet meer terug. En laten we dat toch maar houden. En we zijn een beetje afhankelijk van het geld van Qatar. En Barcelona ook, die krijgen een hoop centen. En die krijgen een hoop centen. En dat irriteert me ook wel. Dus eigenlijk krijg ik wel veel bijval op die column en dat andere stuk ook. Heb ik heel veel bijval gekregen. Maar niet van de mensen die echt wat in de melk te brokkelen hebben. En wie hebben dat? Nou ja, de bonden bijvoorbeeld doen er niks aan. De KNVB heeft ook gezegd, ja, het is nu eenmaal toegewezen en wij gaan gewoon. En ik vind ook niet dat je het van sporters moet vragen. Nee. Want een sporter die is straks 28 en die mag één keer in de WK meedoen. En dat is heel moeilijk om dan tegen zo'n sporter te zeggen, ja, maar het deugt dan niet helemaal. Ga maar niet. Dat was natuurlijk met Sochi ook zo. En Sochi was ook zo'n geval. Ja, dan moet je aan Sven Kramer gaan zeggen van, ja, maar Sven, het deugt niet helemaal met die Poetin. Nee. Dan moet je eigenlijk niet naartoe gaan. Maar anderhalve maand na de Olympische Spelen, nadat onze koning nog met een biertje aan de bar stond met meneer Poetin, werd de Krim ingenomen. Ja. Dus ja, we stappen wel heel makkelijk over bepaalde dingen heen. En merkt u dat extra in het voetbal? Want je ziet bij bijvoorbeeld de kledingindustrie, zie je dat wel bepaalde kleding dan een keurmerk krijgt, dat het niet gemaakt is door kinderen of onder slechte omstandigheden. Ja, maar het is in principe overal. Ook. Ik vind het eigenlijk wel overal. Ik bedoel, met die kleding, die discussie kwam pas echt op gang toen die fabriek in Nepal instortte. Ja, dat klopt. En dan krijg je opeens, hoe wordt die kleding eigenlijk gemaakt? En dan gaan mensen pas nadenken. Het zou goed zijn als mensen van tevoren nadachten soms. Mm-hmm. Ja. En dat vind ik soms wel jammer, dat mensen pas gaan nadenken als iets al besloten is. En dan is het inderdaad moeilijk om het nog terug te draaien. En als jij besluit dat je haar gaat afknippen, morgen. Dan... En je denkt, overmorgen had ik dat maar niet gedaan. Mm-hmm. Ja, dan moet je toch een paar jaar wachten. Ja. Kun je beter van tevoren over nadenken.
En wat is de, wat zal de rol van FIFA nu in het, als we verder kijken dan Qatar? Blatter is vervolgd. Verandert dit iets? Of blijft FIFA het WK toekennen aan degene die het heeft betaald? Ja, dat gaat nu niet meer terug. Dat gaat niet meer teruggedraaid worden. Tenzij er heel gekke dingen gebeuren. Maar nu is het gewoon. En die andere landen zijn allemaal boos eigenlijk. Want Nederland en België ook. Die hadden eigenlijk gehoopt om het WK in 2018 te organiseren. Nou, dat werd uiteindelijk Rusland. Mm-hmm. Is ook niet helemaal soepel verlopen. Maar zij zijn allemaal bang voor claims. Ik denk altijd, draai je nou eens om. Als jij toch bewezen hebt dat het daar allemaal niet deugt en dat het allemaal verkeerd is gegaan, kun jij toch ook claims indienen? Maar nu zeggen ze steeds van, ja nee, we kunnen niet meer weg uit Rusland, want al die stadions zijn al bijna klaar. En dan komt de Russische regering met miljardenclaims die de FIFA niet kan betalen. En daarom laten we het maar zo. En dat is gewoon een situatie die mij niet zo bevalt. Kijk, men moet over internationale sporttoernooien veel beter gaan nadenken. We hebben nou Brazilië gehad, dat heeft twee toernooien achter elkaar gehouden. Eerst WK en vorig jaar de Olympische Spelen. En als je kijkt hoe slecht de situatie nu in Rio de Janeiro is, dat is slechter dan ooit. Ja. En men heeft toen met alle krachten die men had, heeft men bepaalde dingen in de hand willen houden. Maar er is veel te veel geld uitgegeven aan accommodaties. Er zaten bij de Olympische Spelen bij ontzettend veel sporten, interesseert de Braziliaan zich helemaal niets voor. Er zat helemaal, het stadion zat leeg. Waarom heeft men het allemaal gedaan? Moet men niet gewoon toe naar evenementen in andere landen of veel kleinschaliger? En net zoals wat mevrouw Vertongeren net zei, dat we veel groener moeten denken, ook in de organisatie van sportevenementen. En ja goed, en Qatar is wel groen in die bepaalde zin, en dat is ook wel goed. Maar met de mensenrechten, met al die andere zaken die we genoemd hebben, vind ik gewoon dat men een stap te ver is gegaan. Ziet u nog een soort van verandering op poten zijn? Iets wat moet er gebeuren om dus die macht van dat geld en dit soort situaties te voorkomen in de toekomst? Nou, ik denk dat die internationale sportbonden geleid zouden moeten worden door niet. Kijk, er is nu te veel macht bij de bonden. En die bonden mogen allemaal stemmen. Hè. En die zijn allemaal ontvankelijk voor corruptie. Je zou eigenlijk moeten zeggen, wij stellen gewoon een soort commissie aan. En die bepalen waar een toernooi gehouden wordt. Dat begrijp ik niet helemaal. Dus eigenlijk elk land heeft een bond. Elk land heeft een bond. Je hebt ruim, ik geloof, 210 nationale bonden. Mm-hmm. Dan heb je zes continenten in het voetbal. En elke bond heeft in principe één stem. Dus als er een nieuwe voorzitter wordt gekozen, als Blatter moet herkozen worden, dan gaat iedereen, het duurt uren, dan gaat iedereen van om de beurt naar voren toe. En die gooit een heel ouderwets een papiertje in een bak. Die gaan ze dan tellen. Nou, dan heeft die heeft er zoveel stemmen, die is dan de president. Mm-hmm. Vaak komt er nog een tweede of een derde ronde aan te pas. Maar iedereen heeft een even grote stem. Dus de Nederlandse Antillen hebben net zo'n grote stem als de Sovjet-Unie. Die bestaat niet meer als Rusland. En die stemmen worden gekocht? Nou ja, er zijn bij de toewijzing van het toernooi, er zijn allerlei dingen gebeurd. Blatter heeft, dat is wel bewezen, in 1998 toen hij voor het eerst verkozen werd, heeft hij envelopjes onder deuren doorgeschoven de avond voor de verkiezing. En dat was op zich niet letterlijk corrupt, want dat was vaak geld waar die bonden wel recht op hadden, maar het was lekker dat ze het nu alvast hadden één dag voor de verkiezing. Het was ook wel duidelijk op wie ze gingen stemmen. Ja. Dus het is allemaal, vaak is het niet rechtstreeks bewezen, maar er gebeuren wel allerlei dingen die wij niet transparant vinden. Transparantie is gewoon heel laag, die moet gewoon hoger, er moet gewoon veel meer inzichtelijkheid komen. En er moet gewoon. En ik denk dat het beste is als je, net zoals je een groot bedrijf, dat laat je besturen door een directie die verstand van zaken heeft en die gecontroleerd wordt door een raad van commissarissen. En dat zou volgens mij bij een FIFA ook moeten gebeuren. Dus de FIFA moet eigenlijk een soort van raad van commissarissen krijgen? FIFA moet een raad van commissarissen hebben en daaronder zit gewoon een directie. Er zit een financieel directeur onder, een technisch directeur en een algemeen directeur. En nu hebben ze ook wel een algemeen directeur, maar het is nu allemaal veel ondoorzichtelijker. Met allerlei continenten die wat te zeggen hebben, die ontvankelijk zijn voor corruptie, en dat is niet goed. Nee, daar kan ik me helemaal in vinden. Vorig jaar was er een zaak van de FNV samen met Bengaalse vakbonden tegen die arbeidsomstandigheden. Ja. Die zaak is verworpen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, dat vind ik jammer. Ik had graag gezien dat die zaak door was gegaan. En ik weet ook niet precies de motivering, die heb ik niet helemaal precies in mijn hoofd zitten. Maar die meneer Baars van de FNV, die zich daarvoor hard gemaakt heeft. Het was een interessante zaak. Ik had wel eens willen zien in hoeverre zij daar iets hadden kunnen doen aan die arbeidsomstandigheden. Want wij weten ook niet hoe het. Ja, dan zegt men, ja, in Brazilië, ik heb ook zo'n Qatari gesproken. En die zei, ja, maar mijn vader is vroeger in Parijs bij een bouwwerkzaamheden, ik geloof van de Eiffeltoren zelfs,
is die ook overleden. En daar heeft nooit iemand zich druk om gemaakt. Ik was wel mijn opa kwijt of zo. Mm-hmm. Ja, er gebeuren natuurlijk overal dingen. En verschrikkelijk. Maar hier is het systematisch. Ja. Nepalese arbeiders die binnenkomen, wiens paspoort wordt ingenomen. En die dan gewoon pas naar huis mogen. Die soms helemaal niet naar huis mogen. Als ze niet meer willen, krijgen ze hun paspoort niet terug. Ze zitten met tig zitten ze in een heel klein hokje. Het is ongelooflijk heet overdag als ze daar moeten werken. Ja. Ja, dat deugt gewoon niet. En het is goed dat de FNV daar heeft geprobeerd iets aan te doen. Maar dat heeft blijkbaar niks opgeleverd. Nee, en die zaak was volgens mij de FIFA verantwoordelijk. Of althans, zij stelde de FIFA verantwoordelijk voor wat er daar gebeurt. Ja. Maar als de FIFA niet verantwoordelijk is voor wat er daar gebeurt, wie is dat dan wel? Nou ja, de God, ik weet het niet. Nee? Nee, er zijn toch denk ik, bedrijven die wat ik niet zo goed snap is, er zijn bedrijven die stadions bouwen. Zijn dat bedrijven uit Qatar of zijn dat? Nee, dat zijn ook vaak. Ik ben in Zuid-Afrika wel eens op zo'n bouwwerkzaamheden, bouwplaats geweest. Er zitten ook gewoon, waren toen ook Nederlandse bedrijven bij die daar bouwden. En dat is natuurlijk het moeilijke met de sport. Iedereen heeft zakelijke belangen. Ik heb met Bert van Marwijk een aantal discussies gehad, die bondscoaches van Saoedi-Arabië, waar vrijdagochtend tientallen mensen onthoofd worden, mm-hmm. om welke reden dan ook. Ja. Ja, ik zeg, waarom ben je daar nou bondscoach? Ik zou dat gewoon niet willen om daar bondscoach te zijn. Ja, en hij zegt, dat moet je gewoon gescheiden houden. Je moet de politiek en de sport gescheiden houden. En dat is gewoon ook heel erg moeilijk. Ik bedoel, wij doen voor 2 miljard geloof ik zaken per jaar met Saoedi-Arabië. Mm-hmm. Frans Timmermans is daar al een aantal keer naartoe geweest om de zakelijke belangen. Als dan was er weer iets gebeurd, dan had Wilders weer iets geroepen of een andere politicus, dan moest dat weer gesust worden. Ja, wij zijn allemaal bang dat we onze zakelijke belangen kwijtraken in die wereld, want er valt ontzettend veel geld te verdienen. En dan zou je wel met de sport zou je dingen moeten doen. En dat is gewoon ook hartstikke moeilijk. Alleen de sport is wel iets waardoor iedereen zich ervoor interesseert. Stel dat het Nederlands elftal zou zeggen, ja, wij gaan niet naar Rusland toe, naar het WK, we hebben ons geplaatst, maar wij gaan niet, want Poetin heeft die MH17 neergeschoten waarschijnlijk. En daar willen wij niet naartoe. We willen niet met deze misdadiger, willen wij niet in één. Nou ja, dat zou heel sneu zijn voor die voetballers. Maar als ze dat zouden doen, dat zou natuurlijk ongelooflijk veel impact hebben. Ja, zou het dat? Veel meer impact hebben dan wanneer een of ander bedrijf zegt, ik trek daar mijn belangen terug. Stel je voor, een voetbalteam gaat niet naar een WK toe. Een kansrijk voetbalteam. En het gebeurt niet en ik verwacht er ook niet van ze. Maar stel je dat het zou gebeuren, ja, dan zou de hele wereld over praten. Ja, en denkt u dat andere landen zich dan aan zouden sluiten? Nou, dat weet je niet. Dat is natuurlijk in het verleden wel gebeurd bij de Olympische Spelen in Los Angeles onder meer, toen de Oostbloklanden niet kwamen. En het is later gebeurd in Moskou, toen het Westen niet kwam. Okay. Het is in het verleden wel gebeurd, alleen dat politieke besef is denk ik nu wat minder dan het vroeger was. Ik denk dat dat wat minder is geworden, omdat mensen misschien ook wel, de maatschappij is oneindig veel ingewikkelder nu. Ja, een probleem heeft veel meer kanten dan vroeger. En ik denk dat mensen gewoon het te moeilijk vinden om daar vaak over te oordelen en denken, dan laat dat maar zitten. Laat het maar gewoon gaan, laat het maar doen. Maar in het verleden is het natuurlijk heel vaak voorgekomen dat sporten dan je geboycott werden. Zou je ook aanraden aan mensen om die misschien van plan zijn om naar Qatar te gaan, om niet te gaan? Nou, ik vind dat iedereen, dat zeggen ze ook tegen mij, jij gaat dat boycotten. Nee, ik vind alleen dat iedereen dat voor zichzelf moet uitmaken. Ik bedoel, iedereen heeft zijn eigen geweten en iedereen moet voor zichzelf bepalen. De een die wil wel door een rood stoplicht lopen, die denkt dat maakt helemaal niet uit. En de ander denkt, nee, dat rood stoplicht is er niet voor niks, ik blijf daarvoor staan. En zo is het met dit ook. Iedereen die kan nadenken, die weet van ja, ik ga naar Qatar toe of ik ga niet naar Qatar. Ik ben supporter van voetbal, maar ik ga daar niet naartoe, want dat gaat mij een stap te ver. En anders zal zeggen, nou, ik ga daar gewoon een mooie maand hebben. En het is in principe fantastisch, want het is allemaal dicht bij elkaar. Je kunt op een dag wel 2 wedstrijden bezoeken als je wil. Je kunt met de auto, je hoeft niks in het vliegtuig te zetten. Ik heb in Brazilië levensbedreigende vluchten gemaakt, omdat ik dan moest rennen naar een vliegtuig toe en hup, erin en er weer uit. En dat je het allemaal net haalde. Ik dacht, van ben ik er een godsnaam mee bezig. Hier in Qatar, je kunt alles lekker met de auto doen. De benzine is goedkoop. Maar niet met een schoon geweten. Maar het geweten zal knagen. Ja. Zijn er vragen? Ja, wat kunnen wij doen? Behalve niet naar zo'n wedstrijd kijken. Ja, dat is heel. Ja, dat is inderdaad. Ik stond pas geleden in de Volkskrant een interview met een Amerikaanse schrijver. Die ook zei, ja, je kunt eigenlijk alleen maar niet kijken. Maar goed, ja, dat is ook wel zoiets. Dan ga jij niet kijken en jij ook niet. En zij twee wel. En uiteindelijk kijken er dan geen
geen 6 miljoen mensen naar het Nederlands elftal, maar 5,5 miljoen of 5 miljoen 900.000. Dus dat effect is niet heel duidelijk zichtbaar dan. Tenzij jij echt gaat zeggen van nou, ik ga niet kijken, maar ik ga in plaats daarvan ga ik me vastketenen aan een voetbalstadion in Nederland. En ga ik wachten tot er allemaal mensen aan mij komen vragen wat ik daar aan doen ben. En dan krijg je aandacht voor je actie. En dan nog zul jij na 3 dagen wel denken van ja, ik ga nou naar huis. Dus het is gewoon heel erg lastig om het is zo groot geworden en zo'n industrie om daar iets tegen te doen. Barcelona zegt ook niet, ja maar die miljoenen van Qatar, ja dat doen we toch maar niet. Want ze hebben dat geld gewoon nodig om Messi te betalen en om Suarez te betalen. En dus het is allemaal een wereld geworden waarin eigenlijk, het was koning voetbal, maar daar is eigenlijk de echte koning, is het geld. Daarachter is ook een vraag. Ik heb een vraag tussendoor. U vindt niet dat de voetballers het WK moeten boycotten? Vindt u wel dat ze zich uit moeten spreken? Nou ja, dat zou wel mooi zijn, maar dat doen ze ook vaak niet zo. Omdat ze of het niet weten, of bij de Olympische Spelen bijvoorbeeld, mag dat geloof ik ook niet. Als sporter mag je geen politieke. En bij de UEFA mag dat eigenlijk ook niet. Je mag niet bijvoorbeeld, als je een doelpunt maakt, je shirt uittrekken en er staat Free Palestina op je borst getatoeëerd, dan krijg je gewoon een probleem. Ja. Dus dat willen ze gewoon niet. En dat is ergens ook wel begrijpelijk, omdat het anders een grote kermis wordt van allerlei meningen en politiek. Maar ja, het zou goed zijn. Ik zou het mooi vinden als spelers zouden zeggen, ja, eigenlijk zouden we niet moeten gaan, maar we gaan toch, want het is mijn enige kans om aan de WK mee te doen. Dat zou ik al heel mooi vinden als ze dat zouden zeggen. Ja. Dat is een vraag in de hoek. Hoeveel geld is er nodig om een Nederlands team bijvoorbeeld tegen te houden? En zou dan niet bijvoorbeeld een groot bedrijf zijn logo erop kunnen, zeg maar een groot bedrijf kunnen investeren om al die spelers hetzelfde bedrag te geven, maar in Nederland te houden? En dan hun logo erbij, dan hebben ze superveel aandacht, want de hele wereld staat op z'n kop. Ja, dat is, ik denk dat jij, wat jij zegt, dat is heel erg idealistisch en zo, maar het gaat die spelers ook vaak, kijk, die spelers willen allemaal veel geld verdienen, maar het gaat ze vaak niet in eerste instantie bij zo'n WK om het geld. Ik bedoel, als je nu vraagt aan Wesley Sneijder wat het mooiste is geweest wat hij in zijn carrière heeft meegemaakt, dan is dat gewoon het WK van 2010, waar hij bijna wereldkampioen werd en volgens velen de beste speler van het toernooi was en bijna topscorer van het toernooi was. En dat is voor geld niet, dat is niet in geld uit te drukken. Dus die spelers, ja, als jij die een miljoen de man geeft, dan gaan ze nog, bij wijze van spreken. Ja. Dus het gaat meer om, het zou uit hun ziel moeten komen, uit hun hart moeten komen en niet uit de portemonnee. Het is te erger misschien nog wel dat het mooiste toernooi is uit een voetballerscarrière, dat het zo mensenlevens kost. Ja, maar misschien dat, kijk, ik zit me daar hier druk op te maken en er zijn heel veel mensen die zeggen tegen mij, ben je toch een ongelofelijke lul. Weet je dat, ja, omdat zij dat helemaal niet zo voelen. Ik bedoel, ik maak me daar nu even druk om. Maar er zijn heel veel mensen die dat helemaal niet hebben. Die zeggen gewoon, ja, dat moeten we allemaal scheiden. Er is ook al een WK handbal gehouden. Vorig jaar was er een WK wielrennen in Qatar. Maar ook niemand en er was dit in Qatar en dat in Qatar. En dat gaat gewoon door. En die Qatari doen ook wel goede dingen. Ja, die zijn wel heel erg bewust van bepaalde dingen. De herkomst van het geld, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Ik bedoel, er zijn verhalen dat Qatar IS financiert. Ja. Dat zijn meer dan geruchten. Ja, de herkomst van het geld. Hè, er zijn heel veel mensen die denken dat veel geld witgewassen wordt. Veel crimineel geld witgewassen wordt via het voetbal. Want waarom zouden mensen anders zoveel belang hebben om zoveel te investeren in het voetbal? Ja, dat is nog nooit allemaal opgehelderd. Er zijn wel journalisten die daaraan werken, maar probeer dat geld uit de golfstaten maar eens te achterhalen waar dat precies nou vandaan komt en wie daar nou precies achter zit. Ja, dat is gewoon hartstikke moeilijk. En dat maakt het alleen maar lastiger om daar gewoon een goed oordeel over te hebben. Alleen ja, ik vond, het voetballen gaat naar de cultuur van het voetbal wordt aangetast door allerlei dingen die er gebeuren, door geld, maar ook door buitenlandse eigenaars, door noem maar op. De voetbalcultuur staat onder druk. En Qatar was voor mij meer de paraplu waarom alle ergernis zich verzameld had. Mm-hmm. En daar heb ik gewoon een signaal gegeven. Mm-hmm. En toen vroeg de krant een paar jaar later, denk je er nog hetzelfde over? Nou, toen dacht ik er nog hetzelfde over. Nu, vandaag denk ik er nog hetzelfde over. Maar misschien dat ik overmorgen brainwashed word. Dat weet ik niet. Maar, ons dan vooral weten. Ligt hier een taak voor de politiek? Denkt u?
vindt u? Nou, maar de politiek doet... Ik heb een keer met Timmermans en een mevrouw van de ambassade van Qatar... een Nederlandse vrouw die op de ambassade werkte. En die vond het allemaal geweldig daar. Dus ja, die hebben daar ook hun... Kijk, Nederland heeft daar zijn business. Alleen, de politiek zou wel iets kunnen zeggen. Hè? Ik bedoel, waarom is er nou zo weinig kritiek op Saoedi-Arabië? Ja. Ook van de Amerikanen. Omdat dat gewoon een goede bondgenoot is, blijkbaar. Maar er gebeuren verschrikkelijke dingen. Ja. En er wordt bijna nooit wat van gezegd. Alleen Amnesty International zegt er wat van. En er is wel eens een individuele politicus die er iets van zegt. Maar ja, dat er gewoon mensen onthoofd worden. Gewoon, ja, zegt Bert van Marwijk dan tegen mij. Ja, maar in Amerika is de doodstraf. Ja, dat klopt. Hè, dan, ergens klopt dat. In Amerika heb je ook de doodstraf. Alleen daar kun je nog zeggen dat er in ieder geval als iemand de doodstraf krijgt. En of je dat dan tegen bent of voor bent. In ieder geval een proces is geweest. En er is een rechter bij geweest. En er is een advocaat bij geweest. En noem maar op. Terwijl daar gewoon mensen ogenschijnlijk zonder proces gewoon terechtgesteld worden. Ja, en dan moet je je afvragen of je in zo'n land... Of je daar wil werken, wil voetballen, wil wat dan ook. Maar Shell bijvoorbeeld, die verdienen daar miljarden per jaar in Saoedi-Arabië. Dus die directeur van Shell, die doet ook wel goede dingen. Want ik heb in de jaarverslag gelezen dat die allemaal best wel veel geld naar goede doelen. En ze, hun eigen werknemers, die behandelen ze goed. En noem maar op, maar ze zitten wel in dat land. Ja, en dat vind ik dat het wel eens makkelijk allemaal voorbij gaat. Kunt u nog genieten van voetbal? Ja, dat wel. Ja, okay. Gisteravond nog bijvoorbeeld. Gelukkig. Manchester City tegen Monaco. Schitterende wedstrijd. De mooiste in jaren. Okay. Is er nog een laatste vraag? Nee? Dan ga ik afsluiten. Dank dat u hier allemaal was. U heeft een consumptiepot, dus u kunt nog enigszins napraten aan de bar als u dat wilt. En we zien u natuurlijk graag bij het volgende gesprek van de maand. En dank Willem Vissers. Ja, jij ook bedankt.